En dat had natuurlijk alles te maken met de Oekraïne. En premier Rutte, minister van Defensie, Olongren en minister van Buitenlandse Zaken, Hoekstra, waren daarbij aanwezig. Laurens Boven, hij is politiek verslaggever en onder andere maker van de podcast De Binnenkamer. Hij volgt het debat voor ons. Meneer Boven van Boven, goedenavond. Goedenavond, ah, hallo, hallo, hallo. Um, ja, eerst even de algemeenheid. Um, wat was jouw indruk van dit debat? Nou ja, het. Uh, het begon, dat is op zich ook wel uitzonderlijk. Hè. Het begon met een toespraak van Mark Rutte zelf. Normaal gesproken begint een Kamerdebat altijd eerst met, in dit geval, twintig fracties, hè, zijn er tegenwoordig in de Tweede Kamer. En om de zwaarte van het moment toch een beetje te markeren, eh, had eerst Vera Bergkamp een, een toespraak waarin ze haar solidariteit uitsprak voor Oekraïne. En vervolgens deed Mark Rutte dat. En ja, die vond toch wel weer uh, ja, woorden. En het, het mooie het, of het opmerkelijke vind ik eigenlijk dat Rutte um, emotioneel leek te worden op een gegeven moment in zijn regeringsverklaring, helemaal aan het begin. Hij zei op een bepaald moment de zin: Het is een onwerkelijke gedachte dat elk gesprek met Zelensky, hij belt heel veel met Zelensky, zegt hij, het laatste kan zijn. He, want de troepen staan inmiddels in Kiev, en Zelensky kan zomaar natuurlijk opeens opgepakt of doodgeschoten worden door de Russen. En toen hij die zin uitsprak, viel het even stil. En ik, ik sprak, had het erover met zijn woordvoerder nog na afloop en, en die, die bevestigde mij van het was een stilte die ja, eh, langer dan retorisch noodzakelijk was, toch bleek stil te vallen, weet je. Dus het is een, ja, het, 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 dat misschien nog wel het opmerkelijkste... de emotie die er hing in de plenaire zaal... bij heel veel parlementariërs en dus ook eigenlijk wel bij Rutte zelf. We hebben een paar fragmentjes. Laten we even naar het eerste fragment gaan luisteren. Wil je dat inleiden of kunnen we meteen gaan luisteren? Laat we hem eerst maar even horen. Voor ons waren vrede, vrijheid en veiligheid... generaties langer gegeven. En die vanzelfsprekendheid, die is er vandaag niet meer... We moeten de Russische agressie, Poetins agressie, een halt toeroepen. Samen met onze partners en bondgenoten: eensgezind, vastberaden, solidair. Dat is de enige weg. Dank u wel. Ja, dat was duidelijk hard geroffen op de bankjes ter appreciatie eigenlijk van de woorden van de premier. Um, mm -hmm. Even nog het volgende: dan krijgen we natuurlijk ook mevrouw van der Leijden. Uh, die heeft ge gezegd: de oproep gedaan. Ja, laten we um, voorstellen dat Oekraïne lid wordt van de EU. En dat ligt natuurlijk voor heel veel ja. mensen heel gevoelig, want we hebben er ook nu het Oekraïne-referendum, het associatieverdrag, in het achterhoofd. En dan zullen veel mensen zeggen: ja, dat is nou precies waar we voor gewaarschuwd hebben. Hoe, hoe maakt hij zich daarvan af van die vraag? Ja, kijk, hij, uh, Mark, Mark Rutte, hè, heb je het dan over, die ja. heeft gereageerd natuurlijk meteen op wat Van der Leyen heeft gezegd. En uh, de woorden van Van der Leyen uh, waren, Oekraïne is één van ons en we willen ze in de Europese Unie. Nou, Rutte heeft eigenlijk meteen gezegd van, hoor eens, dat is misschien wel waar, uh, is natuurlijk waar, het is een Europees land, dus ze mogen in de Europese Unie, in principe, maar dit is een discussie voor de lange termijn. En uh, Rutte zegt heel duidelijk van, het is nu belangrijk dat we eigenlijk uh, Oekraïne steunen, hè, wat hij net in dat citaat ook zegt, solidair zijn, praktisch steun geven, um, zo intensief mogelijk als maar kan. Ik heb hem zelf na afloop van het debat nog even gesproken, en toen zei hij van, ik kan mij voorstellen, dat heb ik Charles uh, Michel, de voorzitter van de Europese Raad, voorgesteld, dat de Europese Raad, dat zijn de Europese regeringsleiders, zeer regelmatig gaan vergaderen met Zelensky erbij. Via een videoverbinding. Zeer uitzonderlijk, want die vergaderingen, dat is normaal gesproken, mag je daar alleen in de Kamer zijn als je een staatshoofd of een regeringsleider bent van een Europese lidstaat. En Rutte zegt dus nu: laten we zoveel mogelijk gaan vergaderen met Zelensky samen. We gaan en nog weg. een fragmentje luisteren. Dat is Mark Rutte, die reageert op de vraag van SP-kamerlid Jasper van Dijk. En hij heeft het dan over zij. En dat refereert natuurlijk aan mevrouw van der Leijden. Volgens mij is dat niet aangeboden. Wat zij zegt is dat op termijn zij voor zich kan zien dat Oekraïne toetreedt. Ons standpunt van dit kabinet zou zijn, daarvoor zijn procedures. De wenselijkheid daarvan nu uitspreken gaat niet helpen, denken wij, op dit moment in het beslechten van dit conflict. Veel relevanter is het nu voor de kortere termijn te kijken wat zijn de mogelijkheden om nog sterker met elkaar te engageren. Ja, ik, Je ja. kan natuurlijk zeggen, iets duurt bureaucratisch heel lang, eh, jaren voordat zo'n land daaraan kan voldoen. Maar als je natuurlijk bijspreekt met allerlei regeringsleiders dat zou de wens zou uitspreken, is het natuurlijk wel een politiek momentum. Nou, weet je, Martijn, in dit soort situaties in de Europese Unie gaan ontwikkelingen ongelooflijk snel. He, zodra er een crisis is, dan um, kunnen opeens allerlei bureaucratische procedures heel anders zijn en kunnen heilige huizen omver. En om even te illustreren hoe snel de ontwikkelingen gaan, terwijl dit debat liep heeft Zelensky in Kiev, gehuld in een legeruniform... met zandzakken achter hem opgestapeld tegen de deur van de, van de ruimte waar hij was... heeft hij op een klein houten bureautje het lidmaatschaps, de lidmaatschapsaanvraag ondertekend. Dus nu, hè, dat is dus eigenlijk nieuws van eind van de middag... Ze, eh, Oekraïne heeft een officiële aanvraag ingediend om lid te worden van de Europese Unie. Dat is, heeft hij natuurlijk gedaan in reactie ook... na zijn telefoongesprek met von der Leyen eerder vandaag. Maar dat neemt niet weg dat eh, Oekraïne nu nog steeds geen kandidaat lidstaat is... en dat er wel dus heel intensief zal worden samengewerkt... Eh, politiek, economisch, militair ook... maar dat er geen eh, eh, Europees lidmaatschap nu opeens zomaar kan gebeuren. Okay. Uh, laat ons helemaal tot slot even... Uh, het tromgeroffel klonk zeer eensgezind... maar er waren toch ook andere geluiden te horen vanmiddag? Ja, hele duidelijke andere geluiden. Uh, uh, de trommel is op zich al uitzonderlijk. Dat Kamerleden dat doen. Maar er werd niet op de tafels getrommeld door. Uh, in ieder geval niet door Forum voor Democratie, de PVV en uh, de groep van Haga. En uh, Baudet, Forum voor Democratie, dat was toch wel een, de grote de, de, desonant in het hele debat. Omdat die... Heel duidelijk, Baudet heel duidelijk de lijn van Poetin koos in het debat. Eigenlijk ook de argumentatie waarom deze invasie nodig is, volgde, zoals Poetin die heeft uh, uh, geschilderd. Hè, dat, dat de Oost-Oekraïners, de pro-Russische Oekraïners, onderdrukt zouden worden door de regering in Kiev. Nou, uh, hij weigerde vervolgens ook de uh, invasie te veroordelen. Hij zei van ja, het is een feit dat gebeurt, dus wat kan ik nou een feit veroordelen? En, uh, dus dat was de grote desonant in, uh, in, uh, in het Kamerdebat. De andere Kamerleden, Jesse Klaver voorop van GroenLinks... die namen aanstoot aan die opmerkingen van Baudet. En Klaver ging zelfs zo ver om te zeggen... dat Baudet hier Russische propaganda aan het verspreiden is. En die heeft nu een motie ingediend. Die is aangenomen met grote meerderheid in de Tweede Kamer. Dat de Algemene Rekenkamer een onderzoek moet gaan doen... naar partijfinanciering in Nederland. En te onderzoeken of er in Nederland... Politieke partijen zijn die gefinancierd worden door Moskou en in feite een Russische spreekbuis zijn. En dat is natuurlijk een motie, heel direct gericht op Forum voor Democratie en op Thierry Baudet. Ook dat, dus hè, dat was eigenlijk ook een uitzonderlijke situatie in dit Kamerdebat. In alle opzichten een heel uitzonderlijk Kamerdebat geweest. Een directe aanval vanuit de hele Tweede Kamer op Thierry Baudet. En de vraag of hij een is van Moskou. En de heeft niet het laatste uitzonderlijke debat zijn. wat we de komende dagen en weken gaan meemaken. Ik ga in ieder geval hartelijk danken. Laurens Bode, Boven, politiek verslaggever en maker van onder meer de podcast De Binnenkamer. Tot zover, dank.